Stier, leuk je kijken in de korte weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 28. Het is van maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli. Ik zal een kaart schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Stier alsof deze week een week is waarin er een nieuw begin is. En dat nieuwe begin, dat geeft je eigenlijk heel veel plezier en je wilt met beide handen aangrijpen. Maar kijk goed wat het eigenlijk is. Bedenk je ook echt wat de consequenties kunnen zijn op de langere termijn. Hè? Soms kun je misschien daar wat onbewust instappen en denken dat je dat het echt helemaal top gaat zijn. En het kan eigenlijk heel snel een beetje gaan twijfelen. Hè? Dus denk er ook over na. Wacht zeker niet te lang op het moment dat je een kans ziet, dat je er ook gewoon in mag grijpen. En op het moment dat het ook misschien toch niet is wat het is, wat het zou moeten zijn, probeer dan in ieder geval dat je ervan genoten hebt. Dat je het stukje waarvoor je gekozen hebt, dat je ook echt helemaal achter staat. Want dan kun je ook nooit spijt hebben op het moment dat het even niet zo lekker gaat lopen. He, dus wees je ervan bewust dat dingen ook soms kunnen gaan op een manier dat je dat niet graag zou willen. En dat geeft helemaal niks, want daarvoor leren wij mensen ook juist weer voor de volgende keer. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.